Kom op, man. We hebben geen tijd te verliezen. Kom op, rennen, man. Kom op. Kom op. We moeten sneller. Kom op. We hebben geen tijd te verliezen. Kom op, nee, man. Kom op, ik trek je mee. Ik laat je niet achter je. Oké. We zijn er. Wat gingen we hier ook weer doen? Lekker blowen. Nou, wat een toestanden weer, hè, met die Voice en Ali B en Marco B en weet ik het allemaal. Ja, toch. Ja. Hele hoop, ik ben weer even aan het vaccineren, ja, toch. Moet ook gebeuren, anders worden we ziek, ja, toch. Dat schiet ook niet op. Nou, dan zeggen ze, joh, Edje, wat vind jij er nou van? Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat rond. Nou, ik heb mijn stem weer terug, dankzij Kappa. Ja toch, Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tand? Nou, kapas, proost. Ja, toch? Dus kijk, als je zo'n fles op hebt, ga je ook stom uit je nek lullen. Nou, dat doet hij dagelijks. Dus daarom heet hij kapas. Ja, toch? Nou, geef mij maar André Kapas, want lekker space, ja toch? Hé hey, jongens, dit was een klein vlogje. Ik zie jullie morgen weer. Wordt een late vlog, want ik heb het druk, hè. Dus, kijk later, want dan wordt natuurlijk boos uitgezonden. En even kijken, ja toch? Dus, hé hey, jongens, blijf vaccineren. En de groet, hè, want ik weet nou al wat er met die kapas gaat gebeuren. Tenminste, wat er gaat gebeuren, ik weet nou al wat hij gaat voorspellen, die man. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, de hort op willen mogen. Met wat vrienden een partijtje suipen in de kroeg, volledig katjelam. En lekker trainen met wat halters in de club, niet thuis met keukenstoelen. Je door een kapper laten knippen, niet zelf met een eigen schaar en kam. Ik zou best nog wel een keertje met de wagen naar werk willen rijden. Midden in de spits een lange rij, geïrriteerd een file op A5. Onderweg nog even gauw je tankje vullen voor 15.000 euro. Alles beter dan thuiswerken, die pleuriskids en dat irritante wijf. Omicron, variant achter de duinen. Die vlekken op met je lockdown en gezaak. Omicron. Al die lappen voor die muilen. Het is om te huilen, alleen maar lopen door je wijk. Het is om te huilen,
alleen maar lopen door je wijk. Het is om te huilen, alleen maar lopen door je wijk. Oh ja, boys, en jullie kennen altijd nog op date, hè, met je vrienden. En als je geen geld bij je hebt, geen probleem. Zou ik één McFlurry mogen, alstublieft? En jij, wil je ook wat? Ja, ik lust wel een Big Mac menu. Oh. Yeah. En nog een Big Mac menu, alstublieft. Oh ja, ik heb trouwens geen geld bij me. Oh, ja, is geen probleem. Nee? Nee. Oké. Okay. Laat die Big Mac menu maar zitten, alstublieft. Ja, dankjewel. Blauwe. Ja, hè. Vlog te kijken, want anders. Ik zit nu net kijk Edjes vlog.